Ja, had het bloed onder mijn nepnagels vandaan. Op de school. Dit is de auto van de week. Hoi, leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. In deze video hebben we What We Wear in a Wee / School. Yay. Oh my god. Goeie intro weer, echt heel so blij. Excited. Nou, in ieder geval, we hadden vorige week niet heel veel tijd om te filmen. Dus we dachten, nou, we gaan gewoon elke dag een stukje voor jullie filmen. Wat wij allebei dragen naar school. Super spannend. Speciaal en spannend. Ja, echt heel speciaal. Ik ga echt in mijn gala jurk naar school elke ochtend. Ik sta om 5 uur op en dan komt er een kapper. Precies. Nee, grapje. Ik sta elke dag stiletto's. Nee, grapje. Ik sta om 7:45 op en dan ga ik om 7:45 weg. Nou, dat zegt genoeg over hoe ik eruit zie en wat ik aan heb. Ja. Denk ik. Hebben jullie ook zoveel zin in deze video zoals ik? Doe dan zeker een duimpje omhoog. En abonneer op ons YouTube-kanaal als je dat zou willen. Ik snap als je het niet wil, want dit wil je toch niet zien? Maar veel plezier met naar 5 dagen sportlekker kijken en de kop die verlept is in de ochtend. Oké, okay, dit is te geacteerd. Doe gewoon een duimpje omhoog en abonneer op ons YouTube-kanaal. Anders... Ja, doe het gewoon. Doe het okay? Gewoon. Kom dan gewoon even op. We gaan nu ons aankleden. Sportsleng. Hou op. Stop. En nou, ook nog dezelfde schoenen. En mijn haar en mijn staart. Eeuw. Doei. Goedemorgen, het is dus nu heel vroeg in de ochtend en het is maandag. Nieuwe schoolweek begint, ik ben echt super moe. Ik kan het meer wel zien aan mijn ogen. Nou, echt, ik haat de ochtend. Maar ik heb me daar net even snel aangekleed, want ik was een beetje laat. En ik heb dus dit aan, ik laat het zo even in de spiegel zien. Het is echt super koud buiten, dus het is vanaf nu echt helemaal klaar met de rokjes en jurkjes en van alles. Maar ik ga even mijn outfit in de spiegel laten zien en daarna moet ik echt... heel snel naar school. Oké, nou dit is mijn outfit van today. Ik heb dus deze jas aan. Hij is nieuw. En hij is van de Zara. Hij is echt super warm en hij is heel erg leuk. Deze trui met die vlammen. Die staan ook op mijn mouw, maar die zien nu niet door mijn jas. Maar die is echt heel erg leuk van de Subdude. Deze sportlegging met van een soort van legerprint, maar dan in zwart. Echt heel erg leuk. En deze schoenen en deze tas. En mijn schooltas ligt nog in de gang. Met al mijn boeken erin. Ja, dat is geen leuke tas. Die is ook echt zo zwaar vandaag. Ik ben wel vroeg uit om 14:45, want er vielen wat uren uit. Maar het is wel, veel boeken alsnog. Ik weet niet hoe. Maar dit is dus mijn eerste outfit van today. En ik zie jullie dinsdag, dus morgen. Good morning. Het is 7:50 en het is maandagochtend. En, ik ben niet heel blij altijd op maandagochtend, want het is net weekend geweest en je moet weer naar school. Ik moet ook zeggen dat ik altijd het meest langzaam ben met aankleden op maandag. Maar dit is wat eruit is gekomen voor dag 1 van deze week. Ik heb deze hoodie aan. Het is een roze Isabel Marant hoodie. Hij is heel erg leuk, gewoon met een leuke capuchon en hij zit heel lekker. Hij is eigenlijk van mijn moeder, maar af en toe mag ik hem wel even stelen. En ik heb deze blauwe jeans aan. Dit is de Jamie van de Topshop. Echt een van mijn lievelingsmodellen broeken. Ze hebben daar echt hele fijne broeken. Ik heb hem ook in het zwart. Misschien dat ik die van de week nog wel aandoe. En ik heb deze schoentjes aan. Kijk. Dit zijn Adidas sneakers. Het zijn Falcons. Ze zijn ontworpen door Kylie Jenner. Toevallig, dat wist ik eigenlijk helemaal niet. Maar dat is wel zo. Dus dit is mijn outfit. Een beetje pink details, een blauwe jeans erbij. Gewoon lekker simpel, maar wel leuk. Oké, goedemorgen. Het is dus nu... Jeetje maar. Het is nu dinsdag. Jeetje. Wat is het? Nou, dat wordt weer een staart vandaag. Waarom zit mijn haar nooit op een doordeweekse dag? Het wil gewoon niet. Oh, wat een ontploffing. Oké, goedemorgen. Het is dinsdag vandaag. En ik was eerst hier vrij, dus daarom ben ik wat opgewekter. Het is nu iets van 8:55. Ik moet over 10 minuten weg of zo naar school toe. Helaas. En ik heb vandaag een Duits leestoets. Je moest gewoon wat woordjes voornemen, dus dat heb ik even gedaan. Ja, het is nog lekker donker buiten, want het is super vroeg. Ik heb dus deze oorbelletjes in. Dit is een Eiffeltorentje en dit is een dinosaurusje met groene steentjes. En deze is van My Jewelry, zijn ze allebei. In een andere oor, ik heb namelijk 5 gaatjes, dus we gaan nog even door. Heb ik hier een slangetje, die is ook van My Jewelry.
En ik heb dit vlindertje, die heb ik in Mykonos gekocht. Van een soort van Mysica, ik weet niet meer. En een J'tje. En ik heb mijn nagels zaterdag gedaan, dus die passen ook een beetje. Ja, die horen ook bij de outfits van deze week, mijn nails. Maar dat is dus wat ik aan doe vandaag. En ik laat jullie ook nog wel even zien wat voor een jas ik aandoe. Want op school draag ik eigenlijk de hele dag mijn jas. Ik doe hem niet echt uit. Ja, als hij heel nat is in mijn kluisje. Maar vandaag gaat het volgens mij niet regenen als het goed is. Tadaa! Ik heb deze jas aan. Hij lijkt nu niet donkerblauw, maar dat is hij wel. Kijk. Ja, je ziet het wel. Hij is donkerblauw. En het is gewoon een lekkere jas. Er zit ook een beetje zo'n bonte voering in. Hij is van de Zara. Hij is heel erg oud al. Dus ik denk niet dat hij er nog is. Maar ja, hij zit wel heel lekker. En hij staat er wel gewoon leuk bij. Een beetje, ja, een herfstjas is het echt. Het is echt vreselijk weer. Het is echt, echt afschuwelijk. Maar in ieder geval om lekker in de zomersfeer te blijven. Oh, mijn plek op mijn gezicht. Wat is dit? Oké, gadver. Oké, nou in ieder geval om lekker in de zomer shirt te blijven. Een witte hoodie. Helaas hoodie. Ik wil gewoon lekker shirts en rokjes aan. Maar ja, dat kan natuurlijk niet met het weer. En deze leuke sportbroek. Want ik dacht, ja, we kunnen wel weer een zwarte sportbroek aan doen. Maar dit is toch echt wat leuker. Wacht, laten we het even in de spiegel zien. In ieder geval deze witte trui van My Jewelry met Ciao Bella. En ik vind hem heel leuk en hij is heel erg lekker warm van binnen. Deze broek van Victoria's Secret. Het is een sportbroek en hij is met panterprint. En ik vind hem gewoon heel erg lekker. En mijn Yeezys. Die ik voor mijn verjaardag heb gekregen, waar ik echt heel erg blij mee ben. Dus dit is mijn outfit. Oké, goedemorgen. Het is dinsdagochtend. En het is 7:45. Ik moet nu al weg, want ik moet me melden. Jee, superleuk. Dus ik heb mijn ontbijt mee en mijn schooltas gepakt. Dus dan ga ik maar daar ontbijten en zo. Maar ik ga jullie natuurlijk weer even laten zien wat ik aan heb. Ik heb deze hoodie aan met Onit erop. Heel leuk met stippen en een beetje rood, wit en zwart. Ik heb deze jas aan van mijn vader. Ik leen echt. Je zult zien dat ik echt in deze hele video dat ik zoveel stil van iedereen in huis hier. Maar ja, helemaal prima. En ik heb dit tasje bij me. Dit is een Yves Saint Laurent tasje. Vintage gekocht ooit. Panterprint heel leuk. En ik heb deze legging aan met rood, wit en zwart ook. En deze, dit zijn van die Steve Maddens. En zijn een beetje doorzichtig. Zijn, ja, wel leuk, gewoon hoog. Oké, okay, nou deze was heb ik dus aangetrokken van de Topshop. Hij is uit de collectie van vorig jaar, maar ik heb hem vorig jaar echt... Ik had hem echt gekocht op de zomer, op de winteropgang naar de zomer. Dat ik hem net niet meer ging dragen omdat het net te warm was. Maar daarom draag ik hem nu. En ik vind hem echt heel erg leuk omdat het hier spijker is en hier, ja... schaapachtig idee. En ik was helemaal vergeten dat ik een capuchon had. Dus ik had geen jas nodig met een capuchon. Dus dat is top. Natuurlijk niet te vergeten mijn schooltas. Want ja, wat moet je op school doen zonder boeken? Oké, nu moet ik echt gaan. Want anders gaat het echt helemaal fout. Oké, doei. Dus dat is de outfit voor vandaag. Allemaal lekker matchen. Zwart, wit, rood. Ik heb een legging aan ook omdat ik straks gym heb. Ik heb het derde, vierde uur gym. Dus dan ga ik altijd op dinsdag met een legging naar school. Maar ja, ik ga nu naar school. Ik heb trouwens even een schooltas laten zien. Ik heb ook elke dag een andere schooltas. Ik heb nu deze mee. Het is gewoon van een winkel, maar er zit ook een rode strep aan met wit en zwart. Dus ja, dat gaat helemaal goed hier, de outfit. Hoi, het is dus nu woensdag en ja, ik had vanochtend echt geen tijd om mijn outfit van vandaag te laten zien. Ik had vanochtend namelijk een proefwerk en ik had echt zoveel haast. Ik begon om 9:15. Tweede lesuur, maar echt... Nee, ik had geen tijd. Het is echt vreselijk weer vandaag. Het regent echt de hele dag. En de lucht is helemaal grijs. Nou, het is in ieder geval echt niet mijn weer. Dus ik mis de zon super erg. Ik heb namelijk deze trui aan. Van Alex Label. Er staat hier ook Alex heel groot op. Met een leeuw. En de achterkant is gewoon zwart. En ik heb deze broek aan van de Sarah. Het is een rode leren broek. En ik vind hem echt heel erg leuk. Met gewoon een grote trui eroverheen. Nou, ik ben er helemaal blij mee. En het was echt heel chill voor vandaag. Want ja, dan word je, want dit is een neppe leerbroek. Dus het is niet echt leer. Dus dat kan heel goed tegen de regen. En dan als je ergens gewoon op gaat zitten. Bijvoorbeeld op je fiets. Als je dan gewoon een spijkerbroek aan hebt. Of een sportbroek of zo. Dan worden je benen echt helemaal nat in je kont. En dat is gewoon echt vreselijk. En dat heb je met deze broek niet. Omdat het er gewoon
afglijdt of zo. Iets heel chill voor dit weer. Goedemorgen, het is woensdag en ik had eerste uur vrij. Het is 9:10, dus ik moet wel zo gaan. Ik ben eigenlijk al een beetje aan de late kant. Maar ja, ik moet toch eventjes laten zien wat ik aan heb vandaag. Doe deze deur dicht. Ik heb aan deze trui met Georgetown erop. Kijk. Deze heb ik vintage gekocht in een thrift shop bij de Albert Kuipmarkt. Ik heb deze jas aan van de Zara. Die had ik gisteren ook. Had ik die gisteren aan? Maandag had ik die aan. En ik heb deze broek aan met ruitjes van de Zara. En Isabel Marant schoenen. Dit zijn echt hele leuke schoenen. Ze hebben een beetje een gimp sleehak. Ja, echt heel leuk. Ik ga me zo omkleden, want ik ga 4 uur sporten met Jana. Het is niet van 4:30, dus ik moet al een beetje... Nou, het is eigenlijk echt al veel later. Het is volgens mij 4:15. Dus ik moet eigenlijk wel een beetje opschieten. Dus ja, ik ga me nu even omkleden. En dan sporten en dan weer verder met leren. Want ik heb zoveel toetsen deze week. Het is echt niet meer leuk. Maar morgen heb ik een toets en daarna ga ik naar bijles. Dus morgen zie ik er waarschijnlijk als een zwerver uit. En vrijdag zie ik er denk ik wel echt, ga ik me wel echt even leuk aankleden. Omdat ik die dag gewoon allemaal leuke dingen heb. Denk ik. Dus ja, ik ga nu even omkleden voor het sporten. Want hier ga ik natuurlijk niet in sporten. Maar ja, dus dit is dus mijn outfitje. En mijn schooltas voor vandaag is mijn lievelingsschooltas. Deze, het is een vintage Louis Vuitton tas. Die heb ik ooit voor mijn verjaardag gekregen. Nou, ooit vorig jaar. En echt, I love it. Ik draag hem niet elke dag, maar af en toe dan mag het wel. En hij staat hier wel leuk bij, kijk maar. Oeh yeah. Dus dit is er voor vandaag. Het gaat vandaag ook een beetje regenen en zo. Dus ik dacht, nou... We gaan niet heel kleurrijk. Nou, op zich is het nog wel redelijk kleurrijk. Maar ja, dit dus. En ik wou eerst ook eigenlijk een van deze twee truien aandoen. Dus ik was een beetje in de oversized mood. Maar toen kwam ik zo in het dilemma van schoenen. Want kijk, ik heb een beetje een schoenenobsessie. Maar ja, het zijn de Isa's geworden. Ik ga nu naar school, want anders mag ik me weer melden. Net zoals gisteren. En ja, ik heb dus net getraind met Jade. En dat is heel leuk. Alleen, ik heb gisteren en eergisteren en die dag daarvoor ook getraind. Ja, ik ging echt sportief doen. Dus ik heb letterlijk zoveel pijn. Ik kan mijn armen gewoon niet bewegen. En het is letterlijk moeite om mijn camera omhoog te houden. Maar ik had dus gewoon dit shirtje aan. Die heb ik eigenlijk nog nooit aan tegen. Dus het sport, ik heb hem sowieso bijna nooit aan. Maar het is wel leuk. En het is een sportbroek. Maar die ga ik snel uit doen. Want ik denk dat ik die morgen aan wil. Aangezien ik morgen bij beide moet zitten en zo. Dus ik ga die denk ik morgen aandoen. Dus ik ga even snel een joggingbroek aandoen. En ja, ik moet echt super veel leren. Dus dat is echt vreselijk. Oké, goedemorgen. Het is donderdag. En ik heb donderdag altijd eerste 2 uur vrij. Maar ik slaap nooit uit het 2e uur. Ik ga altijd naar Rose Cycles. Dat is fietsen met muziek en allemaal oefeningen doen. Dus dat is eigenlijk het sporten wat ik doe naast personal training. Wat ik gisteren met Gina had. En dit is wat ik nu aan heb daarvoor. Dit is een soort van ja, sportpak. Ik heb deze altijd aan voor Rose Cycle. Dus deze heb ik nu aan, maar ik ga daar dan douchen, me omkleden. Ja, en dan laat ik zien wat ik voor de rest van de dag aan doe. Dus dan neem ik jullie nog eventjes mee vandaag. Maar ja, dit is het voor vandaag. Het is een sportpak van Tommy Hilfiger. Tommy Hilfiger x Gigi Hadid. Maar volgens mij is hij 2 jaar oud of zo. Dus ik weet niet of hij er nog is. Maar ja, ik vind hem heel erg leuk. Ja, ik neem jullie zo mee als ik me weer ga omkleden. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag en zoals jullie zien ben ik niet voor de spiegel en lig ik in mijn pyjama. Want vandaag ben ik ziek. Ja, echt super vervelend. Ik heb super veel pijn in mijn keel, zoals je kan horen. Ik ben al de hele week heel erg schor. Ik heb heel veel pijn, echt aan mijn armen en aan mijn benen en aan mijn nek. Echt, ik heb overal pijn. Het is echt vreselijk. Dus ja, ik kan er eigenlijk niet heel veel meer van maken. Het is nu nog iets van 12 uur. Ik ga me zo wel omkleden, want ik heb echt zoveel toetsen. Volgende week ook echt 6 toetsen. Want ik heb bijna zo'n 4 uur. Dus ik ga nu nog heel veel leren voor het toets van morgen. Want hopelijk ben ik morgen beter, want morgen is vrijdag. Dus dan wil ik natuurlijk gewoon leuke dingen doen. Ik heb deze blouse aan uit... Nou, blouse. Ik heb deze pyjama aan. Hij komt uit Londen. Ik kreeg van mijn nichtje en van mijn oma. Hier staat mijn naam. Er hoort ook nog een broek bij, maar die is echt veel te groot. Dus die heb ik niet aan, omdat ik het heel heet had. En ik heb gewoon zo'n broekje aan.
Want dat is gewoon lekker. Overal pijn, ik heb pijn in mijn benen, echt aan alles. En dan, echt, ik zie er gewoon zo slecht uit. Ik zie er letterlijk zo ziek uit. Echt heel vervelend. En dus ik ga nu nog even lekker chillen. Ik was daar net beneden, daarom is mijn bed zo netjes. Oké, daar ben ik weer. Ik heb gesport. Het was echt zwaar, maar wel heel erg leuk. Ik vind het altijd echt heel leuk, Rose Cycle. Oh, mijn haar. Ja, ik zit even buiten. Hier binnen is allemaal muziek. Maar ik ga je natuurlijk laten zien wat ik aan heb vandaag. Ik heb vandaag echt een hele korte dag. Ik heb maar 3 uur les. Ik had dus eerst het weer vrij. Dus ik ben ook weer op 1:30 uit. Super chill. Maar ja, ik dacht, ik doe ook niet iets speciaals aan. Het leren jasje. Dit is echt mijn lievelings. Het is van de R13. Kijk, het heeft allemaal leuke ritsjes. Ja, heel erg leuk. Dan heb ik er een hoodie onderaan. Omdat ik van layers hou. En gewoon een wit shirtje van 10 Days. Die hoodie is volgens mij van Forever 21 of zo. Ik heb Nola haar tasje bij me. De Balenciaga City Bag. Ze weet het niet. Maar dat maakt niet uit, want ze had laatst ook gewoon mijn jas aan. Dus ik zei, ik ga een keer jouw City Bag pakken zonder te vragen. Dat is vandaag geworden. En mijn broek is deze broek, de Jamie van de Topshop. Volgens mij had ik had ergens deze dag volgens mij ik had maandag de blauwe versie ervan aan. En deze broeken zitten gewoon zo lekker en ook zo mooi. Dus deze. Ik heb deze ook, volgens mij heb ik hem dubbel. Ik heb er 2 van, omdat ik de zwarte gewoon zo vaak draag. En de shoes, my favorite part. Yee, ik heb deze Jordans aan. Het zijn de Air Force One Retro. De Jordans zijn echt mijn favoriete schoenen die ik heb. Ik heb veel schoenen, want ik heb een obsessie. Maar deze zijn echt mijn lievelings. Ze lopen zo lekker en ze staan gewoon zo leuk. En ja, ze zijn paars. Vind ik ook wel heel erg leuk. Maar ja, off to school. Oké, nou, het is dus nu later de dag. Jullie zagen me namelijk vanochtend in lekker pyjama. Maar ik ben dus er net naar Bellis geweest en ik had me even omgekleed. En ik had nog gezegd dat ik mijn outfit zou laten zien. Het is niet heel interessant. Het is gewoon dit lekker, ja... Lekkere shirtje. Hij is volgens mij van cashmere. Hij is echt super zacht. Echt heel erg lekker. En gewoon een Nike sportbroek. Nou, dat zit altijd lekker. Ik heb het liefst natuurlijk elke dag aan. Dus ja, dat is eigenlijk mijn outfit. En ik hoop dat ik morgen beter ben. En dan zie ik jullie morgen weer met een hopelijk iets interessantere outfit waar jullie meer aan hebben. Het is nu avond. En ik voel me nog steeds best wel ziek. Maar ik ga wel proberen morgen naar school te gaan. Want het is morgen vrijdag. Ja, dat is gewoon een leuke dag. Niet op school, maar gewoon na school en zo is gewoon gezellig. Ik ging alvast mijn outfit klaarpakken voor het geval dat ik naar school ging. En ik had deze trui gepakt van de Topshop. Gewoon zo'n beetje, ja, dit is echt nu zo'n gehaakte trui. Dat draag ik altijd in de herfst heel veel. Met een leren broek. Hij is nieuw, want de andere leren broek, hij was een beetje kapottig en zo. Want het was niet echt leer. Ook van de Topshop. Deze jas van de Bershka. Ik vind hem echt heel erg leuk. En ik twijfel of ik deze schoenen eronder wil. Want het matcht wel heel leuk bij de kleuren. Maar ik weet niet of ik Isa's... ik zei van Isabel Marant, maar ik noem ze Isa's. Zo noemt iedereen ze eigenlijk. Maar ik weet niet of ik Isa's hier leuk onder vind. Dus dat ga ik morgen nog even kijken. Good morning, it's Friday. Oké, ik ben wel blij. Vrijdag, ik heb de week weer bijna doorstaan. Het is bijna weekend, dus dat vind ik altijd wel leuk. Vrijdag is ook wel een leuke dag. Dan hoef je ook geen huiswerk meer te maken. Laatste keer dat ik ga laten zien wat ik aan heb. We hebben aan een off-white hoodie. Kijk, deze is echt heel leuk. Met off. En dan Will You Marry Me. En op de rug staat... Een soort van 3. En kijk. Het is dus nu vrijdag, echt heel vroeg in de ochtend. Even kijken hoe laat. Het is echt ziek vroeg. Het is 8:15. En ik heb dus vandaag dit aan. Deze gehaakte trui van de Topshop. Deze leren broek van de Topshop. En mijn zwarte Alexander McQueen's. Want ik had echt geen zin in die hoge schoenen. En mijn haar gewoon los. En ik had daarnet wat make-up gedaan. Ja, het is echt een bende in mijn kamer. Ik heb het heel snel gedaan, want ik werd dus wel laat wakker.
Maar er zit trouwens echt niet. Wat is dit? Het stofje is een beetje zo een vachtje. Hij is echt leuk. I love it. Het is ook met zo'n grote witte capuchon. Dus deze, hij zit nu niet zo leuk, maar daar gaan we... Ja, nu zit hij beter. Met, sorry, met deze blouse. Het is eigenlijk, is dit een blouse. Je kan hem ook, kijk, zijn drukkertjes. Je kan hem zo dicht doen. Maar ik doe hem nu als open blouse met een hoodie eronder. Deze is van de Zara. Hij is nieuwe collectie, dus hij is nu denk ik nog wel verkrijgbaar. Ja, ik vind hem heel erg leuk. Met... Again, de Jamie van de Topshop. Alleen dan nu de andere, niet die ik gisteren aan had. Want ik had niet al, ik zei al van, oh, die draag ik super veel. Dus nu snappen jullie waarom. Oké, nou het was boven een beetje druk en gewoon een beetje chaotisch. Dus ik dacht, ik film het beneden nog even in de spiegel. En dan moet ik snel naar school. Dus ik heb mijn jas alvast aangetrokken. Deze van de Bershka. Ik vind hem echt heel erg leuk. Gewoon, ja, zo Lemmy-achtig. Maar dan... Nep dat hij tegen de regen, ja, dat hij al een beetje tegen de regen kan. Ook aan deze van de Bershka. Ik vind hem echt heel erg leuk. Gewoon, ja, zo Lemmy-achtig. Maar dan nep dat hij tegen de regen, ja, dat hij al een beetje tegen de regen kan. Deze lerenbroek ook van de Topshop. Deze schoenen. Mijn Alexander McQueen's. En mijn tasje. Ik dacht, ik ga ook jullie nog een keer mijn schooltas laten zien. Ik heb vandaag deze schooltas in één keer wel meerdere. Maar. Ik vind deze echt het allerfijnst. Deze Goyard-tas. Hij is donkerblauw. En er past echt gewoon super veel in. En deze schoentjes. Ze lijken een beetje op Isabel Maran laarsjes. Maar deze heb ik ergens in de pijp gekocht in een winkeltje. Ik heb geen idee waar. Of hoe het heet. Maar ze zijn wel heel erg leuk. Dus. Voilà. En ik doe nog even een regenjasje erop voor naar school. Want het regent een beetje. Maar die doe ik uit als ik er ben. Die doe ik gewoon in een kluisje. En de tas die we meenemen is deze weer. Die staat hier wel leuk bij. Dus dit is hem voor vandaag. Dit waren trouwens mijn outfits van heel de week. Ik hoop dat jullie het een beetje interessant vonden om naar te kijken. We hebben heel veel gezien dat ik ziek was. Gewoon mijn lijve outfits. En zeg maar wat leukere outfits. Dit is wat leuker voor mij door de week. Dus ja, ik hoop dat jullie dit leuk vonden. En nu echt heel snel naar school. Oké, dit was dus de what we wear in a week / school. Oké. Krijg je dit niet op mijn leunen? Oh, doe het nou niet weer nou. Ja! Ja, het bloed onder mijn nepnagels vandaag. Oké, nou dit was dus de what we wear in the week / school week. De dubbel slash, je hoort het. Oftewel dus gewoon schoolweek, 5 dagen namelijk. Ik vind dat Gina eigenlijk gewoon de Tina Award had moeten winnen voor beste modemeisje. Ja. Wat een outfit deze week. Wauw. Sportbroek, pyjama, sportbroek en... Sportbroek? Ik vind het niet normaal. Ik vind het ook gewoon ik echt zo creatief. Ik heb ook elke dag een jeans aangehad. We hopen dat jullie heel veel inspiratie uit deze outfits hebben gehaald. Echt, dat je helemaal een nieuwe look hebt gecreëerd. En veel dat je echt girly denkt, vibe, you know. Ja, nee, ik snap het echt helemaal. Helemaal, ja. Weet je? Ik zou daar ook veel inspiratie uit kunnen halen. Ik zou hier echt een duimpje omhoog voor doen. Ik ook. En als zeker abonneren op dit YouTube kanaal. Dus dit waren in ieder geval zijn 5 outfits van maandag tot met vrijdag. Echt inspiring. Fabulous. Ja, gewoon fabulous. Zo zien we er dus uit op school en in het weekend doen we iets meer op ons best. Dan doe ik geen sportlingen aan, maar dan doe ik een joggingbroek aan. Oké. Bye! Doe een duimpje omhoog en abonneer op ons YouTube kanaal. Hebben we al gezegd?